Zo, dames en heren, goedendag. Welkom weer bij Dream Team Gaming. Hallo, hallo, hallo. Hartstikke mooi, jullie weer langskomen. Ja, helemaal te gek. Even op mapje Drenzevaart met Farming Simulator 22. Jawel, ken mooi, giet mooi. We doen het gewoon. Henkie Sleutel giet even op zijn eigen ingezaaid graslandje bezig. Er moet eventjes een walsje overheen, een beetje kalk erop. Dus dat is het plan wat we als eerste gaan doen. Dat is niet waar, want als eerste gaan wij de schudden wegzetten, uiteraard. Want die hebben we niet nodig. Want uiteraard, de wals moet mee. Ik heb een klein beetje lag vandaag in de multiplayer game. Want dit is natuurlijk de map waar wij met elkaar altijd lekker beunen en zo. Dus wederom nu ook gewoon online. Is lekker, man. Zo. Zakken. Nee, dat is uitklappen. Zakken. Nou maar, ga een beetje naar voren, ja. Hatsenvlats, nou dat is mooi. Heb ik daar mijn walsjes staan, helemaal te gek. Doen die er maar achter. En dan kan het gebeuren van loonbedrijf Henkie Sleutel weer van start. In principe. Maar zo, die is aangekoppeld en gaat mee, machtig. Oeh, een lekje. Ja. Goedemiddag. Niet de best. Ah, hopelijk wordt het zo weer beter. En anders heb ik een little. Ik spreek meerdere talen, dames en heren. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen, een klein probleempje. Dat ik die dan heb. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik wil ook later nog een paar hapjes. Paar bekjes vol suikerbietjes straks in de wasmachine. De wastrommel gooien. Ja, wilde plan. En nog even wat in de versnijder, zeg maar. Ach, en dan hebben we de dag ook wel weer mooi gevuld, denk ik. Kijk, als ik nou wat meer van binnenuit met de trekker ja kan spelen. Ik weet dat ik het wel vaker zeg, maar het komt er ook al niet van. Hoes, dat land moet niet gerold worden. Zo. Wel een hele brede machine trouwens. Maar goed, geeft niet. We zijn ook weer klaar. Zo is het ook nog eens weer. Nou, het is een klein landje, maar ik moet ook wel eens aan de beun op grotere landen van een van die jongens. Hè? En dan is het wel handig dat we een groter apparaat hebben. Jongen, gestoeken de stoek. La 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 la. Tip tip tip. En we stotteren door de game, lelele. Niks te maken. Zo, doen we omhoog. Oh ja? Ja. Och. Knap van mij. Ja, echt wel. Moet nog niet z'n nok. Oh, hij gaat weg. Hij is overgewaaid. Ja, gaan we weer vooruit. Een zakken. Ja. Ongeveer denk. Joh, beetje overlapping in de berm. Geeft niks, hè? Komt er allemaal een klein beetje bij. Zo is het en niet anders. Haast de vlas. Geen lagen. Gaat op dit moment nog mooi. Hoppatee. Oh, weer achteruit. Och, och, och. Hoe is het mogelijk dat wij dit kunnen? Hè? Bijzonder. Ja, mooi. Geweldig, kijk eens. Och, och.
Bunen in stijl, hè? Geweldig mooi. Doe jullie duimpje omhoog, dames en heren. Wordt ook zeer gewaardeerd, hè? Heel gratis, dus machtig mooi. Kunt gratis mij blij maken, natuurlijk, hè? En doordat je duimpje doet, wordt de video ook meer aanbevolen voor mensen die hem anders missen en hem wel graag hadden willen zien, maar niet ervan afwisten. Dus je helpt niet alleen mij in principe, maar gewoon de medemens in het algemeen. En gratis, hoe mooi is dat? Ach, en druk even op het rode knopje. Hè. Is ook altijd mooi. Maar even abonneren, ja. Niet verplicht, wordt wel gewaardeerd. Wel even wennen weer, om puur op trekkenjaar en zo te spelen. Het is allemaal net even weer in sommige vlakken wat moeilijker te zien, zeg maar. Dat doe ik zelf wel moeilijk. Ik kan ook GPS aan kunnen doen natuurlijk, hè. Maar ja, ik ben maar hier eentje. Scheelt me niks. Hearts of lads. Zoiets denk. Zo, we pakken even die GPS menu. Ja. Nou, ik vind het mooi. Dingen gaan grond. Dan halen we vooruit. En dan vergeten wij een heel klein stukje. Dan gaan we gewoon helemaal eruit, een stukje. Scheelt me niks. Gewoon, dat kan ook. Hè? Jo, dit is beter. Ja, die is mooi. Dan drukken we op een knopje. En toen hadden wij GPS op die tractor. Dus wij zijn helemaal blij. Groot blij. Ik wil tuteren. Kijk, waar zit die tuurder? Oh, sorry. Enorme blij. Ah, gieten schitterend mooi, hè. Oh. Kan ik zo door de bocht heen trek je die in en komt dan aan een boom vast te zitten. Nou, niet mooi. Niks mis tot nu toe. Zo, achteruit. Oftewel achteruit jij. Nou ja, nou gaan we nou weer vooruit. Laten we hem even zakken. En daar gaat hij dan. Wow. Wat een snelheid, hé. Oeh, oeh. Zo weer klaar. Nog 2-3 baantjes, denk ik. Wow. Is het valsen alweer gefixt, hè? Och, 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 wat machtig. En allemaal zelf gedaan, hè? Met een hamer en boormachine. Zelf gedaan. Oh, een stukje vergeten. Nou ja. Zo voor de kontje. Nou, in principe nog wel weer redelijk goed gekomen. 2-3 banen zeg ik, maar laat het maar op 1,5 houden. Hè? Inschatting vermogen van een pondje worst. Yo hoor. Kan gebeuren, niks aan te doen. Betekent hè, zo vanuit een cabine. Yo hoor. Oh, ik heb droog snavel. Gaan we naar binnen, anders is het niet eerlijk natuurlijk. Dan ben ik een boefje. Nou. Oh, zit ik meteen de microfoon aan te beuken. Sorry dames en heren. Dat het even bonkte in jullie oortjes. Klobots. Ah, ben mij er eentje hoor. Een uniek manneke. Naar patten. Oh,
Lekker man, op de Drentse vaart. Bonaatjes, bunden in, ik ben hartstikke druk met andere dingen op het moment. Mijn collega's, mijn maatjes, hè? Die, ja, weet niet, zijn druk, met niks doen. Maar ik had gelukkig dit nog even te doen, dus ik denk, ga lekker mezelf aan de bonaars. Dan heb ik dit gewoon klaar. Als die jongens er dan wel aankomen, dan nou ja, kan ik hun weer verder helpen. Geld verdienen, noem maar op. En dan ligt mijn eigen er weer mooi bij. Is ook belangrijk soms, even voor jezelf de dingetjes doen, hè. Zo, deze kan in worden gelapt. Kan naar huis toe. Doe hem strooietje erachter knup met een tie-ripje. En dan, wat gebeurt er nou? Ah. Even pauze. Jo, even pauze. En dan kun je de kalk erin opgooien. Is dat ook klaar? Ah, maar even bijgaan in principe, hè. Lijkt soms al wel veel werk, maar in principe is het ook al maar eventjes. Maar ja, je moet gewoon even doen, hè. Dat is vaak een dingetje. Zo, de skuur weer. Ik denk, je kan hier wel mooi staan, zo. Hoppatee. Dan gaan we even kijken. Als ik dan die strooier erachter kan krijgen en dan kijken wat erin zit. Lijkt erop dat er al kalk in zit. Dat zou helemaal mooi zijn, maar... Ja, gelukkig. Er zit lijm in, oftewel landbouwkalk. Dus hoeven we daar niet over te laaien en nieuwe erin te doen. Allemaal weer een gemak. Verschil ons weer in de tijd, noem maar op. Nou, gaan we dit nog even lekker doen. Is dat ook weer klaar? Om met de John Deere. Niks mis met. Oeh, een knert. Een bongeluk. Oeh, help. Geen waarden gedetecteerd, Ottawa. Kon net zeggen, doe. Weer boefie. Och jee. Ik begin al direct helemaal goed, hé. Zie daar, perfect. Direct nog maar in de... Oh, wat hapert die af en toe, zeg. Zit met de verbindings. Gelukkig is dat niet al te vaak. Heel af en toe een keer een dag hebben we dat. Of het dan heel druk is op de verbinding of zo met farming. Geen idee, maar... Gelukkig, wat ik zeg, het niet altijd zo, dus... Grote blij. Ja, dat wel. Grote blij. Oh, zijn we blij. Olé, olé. Opzij, opzij, opzij. Ja, la 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 la. Hashie flashie. Ik wou dit doen. Ok. Nou, ik vind het mooi. Oh, maar dan lekker op die GPS. Ik calculeren. Oh, omdat ik ken. En omdat het ook weer nodig is, dat kan ik. Natuurlijk. Om maar eens even. Achterhoed. Dream Teams. Oftewel. Henkie Sleutel. Henkie. Een leuk naam. Was, in principe. Die naam is zo bij mij ontstaan. Omdat ik een poosje. GTA roleplay heb gedaan. Zeg maar. En daar was mijn naam. In principe altijd Henkie Sleutel. Ah. Heb wel wat. Heb zo zijn charmes. Of niet, dames en heren. En nou ben ik gewoon loonbedrijf Henkie Sleutel. Jo hoor.
Machtig mooi, mooi bonaars nabi. Im stuiten over het gemooide gras. Nou, dan nog een keer van langs. Hoppatee. En een klein beetje meer ruimte om te draaien hier met die bomenrand en noem maar op. Moet het ons soms ook zelf een beetje makkelijk maken natuurlijk, hè. Ik heb mezelf in de hand. Eén in de krant in de hand. Dat zeg ik toch. Oké. Help. En zo. Gaan we daar weer heen. Gas erop. Vindt weer hartstikke mooi, dames en heren. Geld verdienen aan mallen. Ja, niks mis mee. Gaan we hierheen. Ook weer zo mooi. Waar die nog aan? Oeh, dat is niet slim van Dream Teams. Moet ik zeggen. Dus. Mooi. Doen we hem weer uitzetten. Gaan we hier bochtje weer om. Oh, ik heb net te vroeg uitgezet, zie je. Ik bleef een klein puntje hangen. Nou ja. Is ook niet erg. Zo dan. Verder met de kalk. Ja, ik denk het hartstikke wel. 66% nog in de kar. Oh, dat roepje nou ook goed gegaan. Ja. Mooi. Nou, dan gaan we hier weer heen, toppetjes. Nou, als het goed is, zitten er nou ook eindelijk weer wat meer livestreams aan te komen, dames en heren. Dus bereid je maar vast voor. Bereid jullie maar mentaal een beetje erop voor, zeg maar, dat deze gekke man met zijn vriendjes en zo weer op jullie beeldscherm verschijnt en dan live in de ether. Kunnen jullie lekker met mij kletsen en zo. Ja. Hartstikke mooi. Top, top, top. Nou, het laatste baantje alweer. Hebben we dit ook alweer klaar? Je verwacht het niet, maar het gaat allemaal lekker steady aan, door en dan. Ooit weet, gaat het allemaal als een geoliede machine eigenlijk in zijn verloop. Machtig mooi. Nou, ook alweer klaar. Kan niet meer onder dak gezet worden. Ik vind het helemaal mooi, grote blij. La 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 la. Zo. Nou, ja, ik had gezegd, hè, ding onder dak. Is het ding erg vies? Dat valt mee. Zo. Eens even kijken waar ik die neerzet. Hoppatee. Dan gaan we achteruit. Beetje moeilijk zien zo. En nou is de man moeilijk. Dan zit die paal in het pad. Volgens mij kom ik zo nou wel bij die wals langs. Och hoi. Perfecto. Nou, die staat tegen de muur. Dus dat is op zich wel prima. Gaan wij ervoor uit. Mars. Zo. We zullen zien, hè. Ze trekken gewoon hierin, mag het. Oh, moet wel rem, Dream Team. Anders kost je dat een saai machine. Zond. Mag nooit. Kost je een boel geld. Och, och, och. Manneke, manneke, manneke. Let toch eens op. Hè? Zo. Pak we even de chauffeur erbij.
Het zal nog een keer allemaal opgeraden met doen. Een verkoopje. Waarom heb ik allemaal van die stomme puntjes? Terraform. Ah, natuurlijk die monster. Zo. Klaar. Zo. Bak even met la. Oh, wacht. Moet ik wel een beat meenemen, natuurlijk. Hè? Hoef je dat ben. Dan zet je geen nut. Laatste plaats, 4000 liters. Als het goed is, kan er ook net 4000 liter in. Dat zou mooi zijn, in je bak en dan... Kom maar eens 4000 en nog wat liter, maar goed. Die paar liter, daar komen we dan net niet op aan. Moet even kijken waar ik er nou in moet gooien. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Volgens mij hier gewoon. Oh, we gaan even proberen. Even kijken wat er gebeurt. Oh, kijk, daar gaat het al in, ja. Kijk eens hem. Oh. Dat gaat mooi door. Ga je even kijken in de opties. Oh, ook in mod slaan intussen natuurlijk. He, gaat ook al door. Ja hoor. Gewassen circuit. Ja, zie 4000 bak vol, machtig mooi. Nou, goed. Haal me nog een bak vol op voor in de versnipperaar ding. Oeh, het lijkt ook weer. Help! Hallo? Dit gaat niet best. Ah, hij doet het weer, gelukkig. En soms dan is het spannend hoor, als je een beetje lag hebt. Denk van nou, is het gebeurd met de pret of... Hoe zit dit nou, hè? Zo. Dan gaan we daar weer heen. Ach. En wat ik al zei, dames en heren, het lijkt allemaal veel werk wat ik allemaal heb verteld in het begin. Dit doen, dat hem doen, zus hem doen, zo hem doen, weet je wel. Maar, ah, valt allemaal nog maar mee. Zien we allemaal weer gefixt hebben. Is het ook maar even bijgaan, hè. Dan moet dit geloof ik ook de boom ingekieperd worden. Maar ik ben best de beeld extra straks aan sneden suikerbiet voor in mijn BGA fermenter. Ding. Kijk aan. Dat gaat al mooi. Nou, nog een bakschop aan. Ik weet niet precies hoeveel er in die snijmachine kan, maar... Dat zien we gauw genoeg. Wij doen gewoon twee bakken als het erin past. Zou er meer in kunnen? Nou ja, dan doen we dat wel een andere keer. Of wat dan ook. Heel veel suikerbieten heb ik ook niet. Maar ik ken altijd misschien wat bij mijn grote vriend. Blokje kopen, hè? Volgens mij heeft hij ook nog een partijtje. La 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 la. Tup 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 tup. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Hoppa. Ah, hij is al vol. En dan proberen we ieder nog wat in te gooien. Ja,
En laat ik hem gewoon zo lekker staan. Op zich wel handig. Elke keer als ze dan wat verbruikt hebben, dan vult hij hem weer aan. Ah, soms ben ik soms ook nog niet, hè? Nee. Ik heb nog wel eens ideeën dat ik denk van, poh! Die man die heeft nog goede slimme ideeën ook, ja. Mooi, hè? Goed, dames en heren, dit was dan in mijn mooie kleine beunvideo van Henkie Sleutel. Machtig mooi. Ik heb hier genoten, lekker plezier aan mijn leven weer. Mooi stukje opgeschoten, eigen landerij is nog allemaal bewerkt en klaargemaakt. Dus daar hoef ik niet meer om te kijken in principe. Binnenkort moet ik nog even als mijn collega's of mijn kameraadjes de bunt, zeg maar. Mijn vriendjes, jouw, mijn beunaasjes. Even met mijn handen eventjes met axelaar hier overheen. Twee kiepertjes erbij, of drie. Even dit, al dat grasland van mij. Dat zijn al deze velden, ik zal het hem laten zien ook. Een veldje 200, hier oh, je kan het ook wel hem zo doen, oh nee, 200, nummertje 75, 72, 73, nou 74 is nou groeien dan, hebben we net gewalst en bekalkt. 70, 173, allemaal gras, is allemaal al gemaakt, ligt op zwart, kunnen we zo opakselen in de kaart en dan wil ik dat. We zien misschien hier in de bunker hebben, in de, oh, in de kuilbunker uiteraard. Hier, neem aan dat het wel gaat passen. Dan heb ik mooi kuilvoer om elke keer hierin te gooien. Voor mijn fermenter, oftewel de BGA natuurlijk. Hè. Digistaat bouwen, zodat ik weer kan worden gehuurd met mijn vervaat en een lading poep. Voor de bemestings, bimimorties en noem maar op. En voor mezelf natuurlijk ook, hè. Mooi gratis. Ik zeg, dikke prima. Dikke noemen. Ja hoor, voor jullie ook uiteraard. En dames en heren, ik hoop dat jullie hem genoten. Ik wel. Bedankt voor alles nogmaals en tot de volgende keer. Blijf gezond, dat is belangrijk. Het mooiste wat er is, zijn gezond maar blijven, maar niet dan. Helemaal te gek. Dan een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor de vervolgvideo's en noem maar op. En de livestreams die er weer meer aan zitten te komen, gelukkig. Even weer wat meer rust. Zeg maar, de tijd gaat altijd zo hard, hè. Zoveel te doen, maar zo weinig tijd. Ja, dan moet je dingen een beetje opschuiven mee doen, hè. Dames en heren, nogmaals bedankt voor alles en tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai die zwaai zwaai. Yo.